Hartelijk welkom bij Terug naar Toen. In deze eerste aflevering van de nieuwe serie neem u als eerste mee naar de tijd direct na de Tweede Wereldoorlog. Wij laten u zien welke verwoestingen de oorlog in Arnhem naliet en we tonen u ook enkele foto's die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Wij nemen u graag mee terug naar toen. Tijdens de slag om Arnhem in september 1944 en de bevrijding in april 1945 werd Arnhem zwaar beschadigd. Vooral het gedeelte aan de Rijn moest het zwaar ontgelden, zoals bijvoorbeeld hier de Rijnkade. De Rijnbrug was opgeblazen en de Rijn was onbevaarbaar geworden door de vele scheepswrakken die tot zinken waren gebracht. De mondjesmaat terugkerende geëvacueerde Arnhemse bevolking trof in mei 1945 een verwoeste en totaal leeggeroofde stad aan. Hier wat er over was van de Bakkerstraat. Het stadhuis van Arnhem was ook zwaar beschadigd en het gerechtshof daar tegenover was zo goed als geheel vernield. Nog wel overeind stonden een aantal pilaren, waarvan een klein gedeelte is bewaard als oorlogsmonument in de Berenkuil. De sabelspoor toonde eveneens een troosteloze aanblik. De Eusebiuskerk was een ruïne geworden en ook de Waag aan de voet van de kerk toonde weinig van zijn historische glorie. Langzaam begon het leven en ook het verkeer in de binnenstad op het Velperplein weer tot leven te komen. Van Zijls garage en benzinepomp was zwaar beschadigd en het daarnaast gelegen telegraafkantoor was in de laatste dagen van de oorlog door de Duitsers opgeblazen. Vanaf het Velperplein kijken we hier de spoorwegstraat in, terwijl op de voorgrond een Amerikaanse legerkolonne voorbij trekt. De Steenstraat trof hetzelfde lot als zoveel andere straten in de Arnhemse binnenstad, maar ook daar kwam het leven langzaam weer op gang. Zelfs de Siep ontkwam niet aan het oorlogsgeweld. Op het Willemsplein bleek van het statige café-restaurant Royal niets dan een ruïne over te zijn gebleven, terwijl de daarnaast gelegen ABS een redelijk ongeschonden uiterlijk vertoonde.
De Willemskazerne naast de HBS was wel weer zo goed als met de grond gelijk gemaakt. De Beekstraat. De Bloemstraat. De Driekoningendwarsstraat. De Rietgrachtstraat. En de Singelstraat. Overal grote verwoestingen. Hier zien we de winkelgalerij aan de Johan de Witlaan. Op het Velperplein werd al vrij snel begonnen met de opruimwerkzaamheden van de ruïnes van onder andere het V&D-complex. Niet alleen Noord, maar ook Arnhem-Zuid ontkwam niet aan het oorlogsgeweld rondom de Arnhemse Rijnbrug. Van de 25.000 huizen die voor de oorlog in Arnhem stonden, bleven slechts een kleine 200 onbeschadigd. Ook het hart van de stad met zijn winkels toonde na de oorlog een troosteloze aanblik, zoals hier de Nieuwstraat. De Walstraat. De Koningsstraat. Tot zover deze aflevering van Terug naar Toen. Volgende week meer.